Het is echt mijn ideaal en mijn droom dat iedereen in Amsterdam, ongeacht van wie je houdt, jong of oud, ongeacht wat je gelooft, dat iedereen veilig over straat kan. En daar is gewoon echt nog wel het nodige te doen. En daar ga ik me echt keihard voor inzetten de komende 4 jaar. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart organiseert Omroep WNL in samenwerking met de Volkskrant en campagnebureau BKB de verkiezing Beste Raadslid van Nederland. En een van de genomineerden zit hier op het stadhuis in Amsterdam. Het is vicefractievoorzitter van de VVD, Marianne Poot. Zij heeft haar nominatie te danken en haar sterke inzet voor de LHBTI-gemeenschap in de stad. Dit is mijn werkplek. Alhoewel ik hier natuurlijk eigenlijk liever niet ben. En het liefst ben ik gewoon op straat en in gesprek met mensen. Of spreek ik met politienetwerk Roze in Blauw. Dat vind ik echt super belangrijk om te doen en om juist niet hier op het stadhuis te zijn. Dat is bijvoorbeeld ook waarom ik niet alleen raadslid ben, maar ook nog gewoon werk. Ik werk bij een zorginstelling. En ik vind het echt super belangrijk dat je als raadslid gewoon goed weet wat er nou speelt in zo'n stad. Want dat is voor mij de enige manier dat je ook goed beleid kan maken met elkaar.